Welkom bij een nieuwe vlog. We zijn vandaag een beetje erg enthousiast, want we gaan vandaag op vakantie. In een huizen van Baarden stond altijd wel iets speciaals zo op vakantie gaan. Daar hebben we altijd heel veel zin in. En we gaan vandaag naar Duitsland. Ja, we gaan naar Duitsland. We gaan naar de Eifel. Wees gerust, niet het rampgebied. We zitten eronder, ongeveer 50 of 100 kilometer eronder. Gelukkig, anders had je een roeiboot mee moeten nemen. Nee. Dus we hebben er zin in. Zou mama er zin in hebben? Ja. We gaan kijken bij mama of ze er zin in heeft. Hallo mama! Hallo! Heb je er ook zin in? Ja, zeker. Mooi, kijk, mama staat de broodjes te maken, we worden onderweg. Ja. Dat is typisch Hollands. Broodjes meenemen voor onderweg. En we gaan naar Duitsland. Ja, dat zei je net ook al. Je valt een beetje in herhaling, schat. Ja. Ja. Goed, nou, kijk, en hier staan de spullen. We hebben niet zo heel veel mee. We gaan een week. We gaan een weekje, dus kijk, we hebben niet zo heel veel nodig. En dat gaan we zo dadelijk allemaal in de auto stoppen. Dus, en wie mag dat dan weer doen? Wie zou dat mogen doen? Ikke! Liefie. Nee. Oh. Papa en mama. Bijna goed. Levi, papa en mama. Helemaal fout. Jontam, papa en mama. Levi, papa en mama. Ja, dus gewoon alleen papa. Echt? Ja. Ik wil meehelpen. Ja, je mag spullen naar de auto sjouwen dan. Ja. Oké. Zoals jullie kunnen zien is de auto ingepakt. Ik had een fantastische hulp. En we moeten nu alleen nog het huis stofzuigen. Ga je dat ook doen? Nee. Mama en papa... Papa? Helemaal niet papa? Mama en Jonathan waren te lui om het te doen. Wat te lui om te doen? Om de auto in te pakken? Ja. Dus we mogen die stofzuigen? Ja. Vind ik een goed plan. Doen. Dus het huis aan kant maken en dan gaan we. We hebben er zin in. Ja. Zo, we zijn onderweg naar de Eifel, Wiersdorf. We hebben eerst even nog koffie gedronken bij mijn ouders en even dag gezegd. En We zijn dus en geld onderweg. Opgehaald. Ja, ik denk dat wat je zou net weer niet zeggen. Hè? Oh. Vind ik niet echt nodig voor in de vlog. Nee, maar wel hartstikke bedankt. Ja, super bedankt uiteraard. Ja. En jongens, wat zijn jullie aan het doen? Snoep aan het eten. Snoep aan het eten. En van wie heb je de snoep allemaal gehad? Oma. Oma en ook op de bar. Oh heerlijk. En wat zeggen we dan? Dank u wel. Goed zo. Nou en ja, je hoort straks wel wat meer van ons denk ik. File! Oh. File! File. Oké, okay, doei. Oh nee, mag niet zeggen. Geen doei! Geen doei. We hebben file, helaas. Zijn. Het is hier echt heerlijk weer.
not, het regent. Jongens, maken jullie hier nog een beetje? Ja. Wat zijn jullie aan het doen? Een filmpje aan het kijken. Een filmpje aan het kijken, oké. Okay. Dus je verveel je eigenlijk niet? Nee. Welke film kijk je, Leef? Angry Birds. Yay, Angry Birds. Papa nog wat te zeggen? Ik weet niet. Vermaak me wel, hoor. Oh. Nou, gelukkig. Ik vermaak mij geniet. Ik denk, nou, ik ga maar even filmen. Maar goed. We zien jullie later. Eiffelpark, schat. Daar gaan we donderdag heen. Daar we zijn gewoon in de Zuideifel, in het plaatsje Wiersdorf, ja. Aangekomen bij Hanenhof. Ja. Jij wilde heel graag de rondleiding geven hier. Ja, heel graag ook, maar niet. Maar... Oh. Vond je leuk om te doen? Ja. Nou, dan gaan we beginnen. Daar komt een tractor. Daar komt een tractor. Zwaai naar de tractor, Levi. Zwaai naar de tractor. Weer mooi. Nee, niet mooi. Nou, we gaan jou volgen, jongen. Ja, je moet wel hierheen praten, anders horen dan kijken ze het niet, hè? Dit is een soort van een tuin. Ja, als het, dat noem je heel chic een terras. Een terras. En daar is Jonathan. Daar is Jonathan. Ik weet niet of de kijkers het thuis zien. Maar dat terras hoort bij ons huisje, toch? Ja. Ja, met barbecue erbij, dus papa blij mee. Lekker luxe. En dan, wat is dit allemaal? Wat zie ik hier allemaal? Huizen. Huizen, oh. Is er ook nog wat te spelen voor jullie? Oh, ja. Step. Een step en een skelter, zei je? Ik weet niet of ik het. Nee, en ik zie een tafelvoetbal. Daar. Ja. Hé, hey, meneer, we zijn bezig met een rondleiding. Kan je de kijkers niet laten wachten? Gaan we verder met de rondleiding? We zijn bezig met de rondleiding. Nee, maakt niet uit. Nou. We gaan naar binnen! We gaan naar binnen. Levi, waar ben je? In de winkel. Oh, hier. Entree. Wanneer is de woonkamer laten zien? Dat is een kast. Hè? Een kast, heel belangrijk. Ja, wat hebben we nog meer? Daar is mama. Oh, dat is een mama. Die zat ook bij inbegrepen. Daar is een bank. Een bank. Een stoel. Een stoel. Een keuken. Een keuken. Wat zit er allemaal in de keuken, meneer Levi? Wat zit er allemaal in de keuken? Spullen. Ja, een vaatwasser. Een vaatwasser. Een oven. Een oven. Vier pits. Vierpits. Vierpits, wat is het eigenlijk? Een gasstel? Nee, het is geen gas. Kookplaten. Inductieplaten. Het is geen inductie. Nee, kookplaten. Kookplaten. Vier kookplaten. Nee, niet één kookplaat. Vier. Pits. Mensen, als jullie het weten wat dit is, plaats een reactie hier onder de video. We weten eigenlijk niet. Nee. Dus we gaan maar weer door. Ja. En nu gaan we... Wat zeg je? Een vliegenmapper. En een vliegenmapper, ook heel belangrijk. Ja. Ze hebben hier koeien, dus automatisch hebben ze dan ook vliegen. Nou, we gaan door. Dit is slaapkamer, mama's papa's kamer. Ja, dit is de slaapkamer van papa en mama, where the magic happens. Leuk, en we gaan weer. We gaan weer door. Waar gaan we dan heen, meneer? En dit is... Onze kamer. Dus onze kamer, nee, niet onze kamer. De kamer van Jonathan en van jou. Ja.
Ja, anders ga ik je vliegen meppen. Oh, oké. Okay. En hebben we nog meer hier in het huisje? Ik denk het wel. Wat hebben we dan? Een badkamer. Badkamer. Zit Joont dan niet toevallig nog te poepen? Oh nee. Kijk, wc. Douche. Kastje. Heel belangrijk. Ja, heel belangrijk. Nou, dat was het, hè, Leef? Ja. Ja, dat is zo'n beetje. Volgens mij hebben we alles laten zien. En de rest van het gebied laten we jullie ook nog zien. Kijk, het uitzicht is ook leuk, hè? Uitzicht op de koeien. Dat is de koeienstal. En een milktank, daar kunnen we verse melk halen. En eieren, dat soort dingen. Dat is het. En dan gaan we zo'n boodschap doen, hè, mama? Ja. Leuk. Ik vind het leuk. Bier halen. Bier, bier, bier. Ik hoor niet wat je. We gaan het niet over maskers hebben, alleen maar carnaval. Okay. Zo, we zijn weer terug van de boodschappen doen. Ja. Hè? We zijn, hoe lang zijn we bezig geweest? Anderhalf uur? Nou, zoiets, ja. Anderhalf uur het bezig geweest. Het leek wel een eeuwigheid. Ja, het leek wel een eeuwigheid. En ik zal jullie laten zien dat we een paar boodschappen hebben. Even wachten, dan draai ik hem even om, lieve mensen. Oeh, dat is heel dichtbij. Wacht even, draai ik hem om, let op. Daar komt hij. Tada, de spanning. Tam, tam, tam. Kijk. Maar een paar boodschappen. Niet zo heel veel. Maar allemaal wel lekker, dus we hebben bijna alles. Wat wil jij laten zien, Leef? Niks. Niks? Nee, niks snoepjes. We hebben heel veel snoepjes, hè? En chocola. En bifi. En wat? Bifi-worst. Oh, bifi-worst. Ja, dat vind jij lekker, hè? Pas ik bifi? Ik wil dat daar. En Jotan heeft zijn plekje gevonden. Die gaat heel de vakantie hier liggen chillen. Wat is er? Mogen we... Nou, we gaan zo eten. Broodje braadwoest. Broodje braadwoest. Mag ik eerst deze? Nou, wat zeg. Kijk mensen, dit is nou af en toe een zeurend kindje. Wat zullen we met zeurende kindjes doen? Het zeurende kindje is weg. Maar Jonta gaat dus hier heel de vakantie chillen. En mama gaat ook koken. Oh ja, nee, dat is de boodschap even opruimen. Scherp. We gaan eerst de boodschap opruimen. En Lady zei dat we je wilde helpen met boodschap opruimen. Doei. Ja, zelfs als we op vakantie zijn, zijn we actief. Dat zie je maar weer. Met je harder leef. Dat heeft mama toch weer fantastisch gekookt, hè? Echt. Een natuurtalent. We hebben het nog niet geproefd. Wat zeg je? Ik zit erop. We hebben het nog niet geproefd. Hoezo? Ja. Oh nee, we hebben het nog niet geproefd, nee. Ja, dat is afwachten. Misschien is het belachelijk vies. Ja, dat zou kunnen. Ga je proeven, jongen? Ja, je zit erop, hè, schat. Ik zit erop. Ja. Look at you. Ja, ik wil graag die mes gebruiken, maar mag je voelen. Ja, om door te smeden. Oh, zo. Ja, oh ja, kijk mensen, ik wil graag van jullie weten wat jullie doen, dus graag een reactie. Marieke, die snijdt me nooit helemaal door. Wij als mannen vinden dat irritant, wij willen hem gewoon helemaal doorgesneden hebben. Wat doen jullie nou thuis? Doen jullie hem helemaal doorsnijden? Ik heb... Zoals Levi. Zodat je worst er weer uitvalt? Ja, misschien vind ik het wel lekker als mijn worst eruit valt. Ja, dat is wel lekker. Ja, of doe je hem gewoon zoals Marieke? Niet helemaal doorsnijden. Saai. Graag laten weten wat jullie doen. Schrijf het in de comments, Sebastian of Marieke. Ja, team Sebastian of team Marieke. We zijn heel benieuwd. Hé, Leef? Ik zit in team Sebastian. Jij zit in team Sebastian. Joont dan ook. En ik denk dat Marieke in team Marieke zit. Denk het ook. Ja. Oh, ik dacht in team Oma. Maar we gaan eten. Zoals jullie konden zien, is het aan het regenen. Nou, dat is op zich helemaal niet erg, want het is wel goed voor de plantjes, zo ik ben. Ja. Ik ga even een verhaaltje vertellen, dat we nu dus gezellig binnen een spelletje doen. Ja, mens erg je niet. Het Efteling mens erg je niet. En ik stond op het bord,
Totdat er iemand mij eraf gooide. Wie zou het geweest zijn? Ik. Maar, nee, superleuk spel. Vind ik in ieder geval Mensen Eerlijk Niet sowieso leuk, maar... Het is een mooie editie, toch, van Mensen Eerlijk Niet? Zeker. Ja. Mooi! Dus als je van spelletjes houdt, koop hem in de Efteling. Hij is niet eens zo heel duur. Ik dacht, 12 euro of zo, 13 euro. Zou ik niet weten. Miljoenen! En, dus we zijn lekker aan het spelen. En Jonathan, die is aan het tekenen. Die kan echt onwijs goed tekenen. Daar ligt echt zijn talent. Dus, zo vermaken we ons wel een beetje. Ondanks de regen. Kijk, hier hebben we het uitzicht. En, maar ik ga stoppen, want ik moet spelen van deze meneer. Ja! Ik ga verder. Doei! Mag geen doei. Geen doei. Oké. Okay. Dag. Dag. Jonathan is al lekker naar bed. En, vanavond hebben we spelletjes gedaan, hè? Ja. Was ook gezellig. En jullie hebben het even kunnen zien. We hebben daarna nog Yahtzee gespeeld. En kwartet hebben we ook gedaan, hè? Ja. Ja. En Levi gaat ook zo lekker naar bed. En papa gaat ook zo lekker naar bed. Want papa gaat er morgen om 4:15 s'ochtends uit. Want ik ga foto's maken bij de zonsopkomst. Maar dat gaan jullie morgen zien. Bij de volgende vlog. Dus zeker de volgende vlog gaan kijken. En dat betekent dus dat deze vlog erop zit. Ja. Ja, vond je hem leuk? Geven, daar komt hij. Een duimpje. Bam. Ja, bam. Alleen jouw duim is niet in beeld. Juist. Een duimpje. En geen duimpje omlaag. Geen duimpje omlaag, duimpje omhoog. Yes. Reacties vinden we ook altijd tof. Die kun je hieronder plaatsen. Ja, daar. En je kan je ook abonneren op ons kanaal. En druk dan ook even op het belletje. Dan krijg je een melding als er een nieuwe vlog van ons komt. Juist, ding ding. Je kan ons ook volgen op Instagram, hè? Instagram. Ja, en dan staat hier het adres. Juist. Volg mij. We hopen dat jullie de vlog leuk vonden. En dat jullie ervan genoten hebben. Dat je plezier hadden tijdens het kijken. En ik zou zeggen, tot de volgende vlog. Doe vooral chips erbij. Ja, lekker bakje chips erbij als je vlog kijkt. Maak je het gezellig. Beentjes omhoog. Chippie erbij. Lekker drankje erbij. En dan zeggen wij tot de volgende vlog, hè? Ja. Doei doei! Later!